felt the smile of the moon burning dead. Dum, 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 do, well, hallo kijkers, bij Bernadette heb ik in de stoel zitten een mevrouw uit Hardingsveld-Giessendam, beneden Hardingsveld. En zij is werkzaam in het zwembad De Duikelaar. En jouw naam? Mijn naam is Gerda Leentjes. Gerda, jij bent daar al heel erg lang. Ik kan me geloof ik geen tijd heugen dat ik jou daar niet gezien heb. Hoe lang werk jij daar al? Ik werk nu ruim 18 jaar. 18 jaar al? Ja. In dat warme zwembad. En nog steeds met heel veel plezier. Ja, ja, dat, ja. Dat hoor ik ook van mensen om jou heen. Ja. En dat zie je, hoor je ook van ouders en zo die bij jou les hebben gehad. Althans, hun kinderen dan. Maar wat vind jij zo leuk aan dat zwembad, De Duikelaar? Nou, het is gewoon heerlijk. Gewoon kinderen, van elk kind hou ik gewoon van. Het is van jong tot oud. De oudere mensen, het is gewoon heerlijk. Contact met de mensen. Echt nog een dorp zijn wij. Ja, natuurlijk. Ja. Dat weten we. Ja. Een dorp in de omgeving van Sliedrecht waar wij uitzenden. Ja. Waar we vandaan uitzenden. Maar hoe ben je daar gekomen? Want wat heb jij na je school? Had je toen gelijk al het idee van ik wil gaan zwemmen, lesgeven? Of hoe is dat gegaan? Nee, nou, toen ik jonger was, een jaar of 18, toen ben ik op de reddingsbrigade geweest. Toen heb ik ook mijn zweminstructeur gehaald. En toen op een gegeven moment waren mijn kinderen klein en ik zat daar op het bankje bij de duikelaar. En ik zag al die zwemonderwijzers daar lopen. Ik denk, oh, dat lijkt me nou ook een leuk beroep. Ja. En toen ben ik gaan solliciteren. En van het een kwam het ander. En toen het lesgeven erbij. Ja, ik vond het gewoon heerlijk. Maar toen ben ik gaan solliciteren, van het een kwam het ander. Ja. Moest je toen ook nog verder? Toen moest ik echt heel mijn opleiding gaan doen. Dat is best wel intensief geweest naast... Dat je thuis nog een paar kinderen had natuurlijk. Ja. Maar dat is allemaal prima verlopen. En ik denk dat ik wel het goede beroep heb gekozen. Want ik vind het nog steeds leuk. Je voelt je als een vis in het water. Een vis in het water, inderdaad. Leuke grap, maar eigenlijk is die wel, absoluut. Wel goed zo. Maar goed, je bent ondertussen doorgegroeid van het zwemlesgeven naar coördinator, vertelde je. Wat is dat precies? Coördinator, dan geef je niet zelf actief les. Alleen als het dus gewoon echt nodig is. Of dat er is iemand ziek is en je valt eens in. Maar je bent meer op de werkvloer aanwezig. Je kan gelijk inspringen bij als er iets niet goed gaat. Ouders kunnen je vragen stellen. Het is voor de ouders gewoon prettig. En voor de zwemleerkracht is het gewoon fijn. Het is gewoon... Voor alle fronten is het gewoon prima. Hoe groot is het team nu? We hebben 6 zwemonderwijzers. En we hebben bijna 600 kinderen op zwemles. Zo. Ondanks het kleine dorp van ons. Ja. En dan blijft die groei gestaag? Of is dat, denk je van nou het dorp is een beetje uitgezwommen? Of blijven we toch nog steeds kinderen daar? Ja, er blijven nog wel steeds kinderen. Maar we hebben eigenlijk steeds... meer mensen uit de kinderen uit de regio, dat hadden we altijd al, van net als Groot-Ammers, Hoogblokland. En we hebben zelfs nu al kinderen uit Dordrecht, Scheluinen, Otterland. Ja, dus dat. Waar ligt de kracht? Waarom? Nou, ik denk dat onze kracht ligt bij het. Wij zijn heel erg op het individuele zwemonderwijs. En dat houdt dus in, er zijn zwembaden die beginnen met 10 kinderen en die eindigen met 10 kinderen. En bij ons is het zo, ieder gaat individueel verder als er een kind is. Wat beter is als de rest van de kinderen, die wordt eruit gehaald. Als een kind gewoon niet echt mee kan komen, die gaat een groepje terug. Altijd in overleg met de ouders. Dus zodat het kind zich ook prettig op de zwemles voelt. Ja. Ik heb zelf wat ervaring met zwemles. Maar het was tandenbijten af en toe, hoor. Want je staat er als ouder en je wil dat dat kind het gaat leren. En het gaat natuurlijk nooit snel genoeg, want je bent het zat, die warme zwembaden. Ja. Merk je dat? Heb je veel geagiteerde ouders? Hoe is die sfeer? De sfeer vind ik vrij goed. Voorheen toen je het oude A- en B-diploma had, vond ik het dat de mensen ongeduldiger waren als nu. Het is gewoon nu veel speelser. Kinderen hebben het goed naar de zin. Op zich, de meeste kinderen hebben gewoon met een jaar de zwemdiploma. Dus het is gewoon goed te doen. Waarom moeten kinderen al met A, ik weet niet of dat in jullie zwembad ook is, maar dat viel mij toen heel erg op, dat ze al door dat gat heen moesten zwemmen. Ja. Waarom is dat nou toch? Ja, dat is vanaf 1998 en dat is ook dus landelijk. Ja, je hebt natuurlijk nu al die survival of die bubbelbaden, die wildwater zwembaden, golfslagbad. Kinderen moeten natuurlijk eigenlijk overleven en zo moet je het gewoon zien. En daarentegen, de jeugd wordt gewoon wilder, dat zien we ook elk jaar. Kinderen moeten gewoon natuurlijk door en door vrij zijn, willen ze gewoon
ja, veilig zijn. Maar daar zat, dus daar ook, daar zat ook dat gevoel van... Ja. Hij gaat maar niet door de gat heen, weet je wel. En dan dacht ik, ja, waarom moeten ze nou door de gat? Als ze onder water zijn ergens per ongeluk, dan raken ze er ook niet... Dat ze denken, ik moet door een gat. Nee. Weet je wel, dan zijn ze in paniek. En dan denk ik, ja, wat... Ja, nou, ja, als ze daar natuurlijk boven komen, ja, dan kan je gewoon zeggen... Die kinderen zijn gewoon zwemveilig. Oké, goed uitgelegd. Ja. Want dat vind ik nog steeds de vraag die ieder ouder volgens mij bezighoudt. Ander ding in die duikelaar, want ze zijn heel actief, vertelde jij... jullie doen veel. Vertel eens, wat wordt er allemaal gedaan? Wij zijn dus geen zwembad van toeters en bellen. En dat houdt dus in, wij hebben geen glijbanen, geen golven en dergelijke. Wij zijn dus echt gericht op de zwemles en op de doelgroepactiviteiten. Die lopen gewoon heel erg goed. Aqua jogga, aqua aerobic, trim zwemmen, baby zwemmen. We zijn ook aqua relax is een doelgroep die erg goed loopt. Even wachten, gaan we even een klein beetje doen. Hè? Je zegt trim zwemmen, aquarobic, aquajoggen. Ja. Dat zit volgens mij in één dingetje. Zijn er drie verschillende? Nee, het zijn drie verschillende. Drie verschillende. Ja. Ja. Dus je kan voor alle drie inschrijven. Ja. Je kan alle drie ondergaan. Ja. Er zijn drie verschillende leerkrachten voor? Of is er één die is zo goed, die kan alle drie de lessen geven? Nou, de meeste kunnen alle doelgroepen activiteiten geven. Maar we hebben natuurlijk wel overal onze vaste mensen voor... Vinden en vaste dagen. Ja, vaste dagen. Vaste vinden de avonden. Mensen natuurlijk ook fijn. Goed. Ja. Dan zei je babyzwemmen. Dat is natuurlijk een voorloper van het gewone zwemles. Ja. Ja. Dan kunnen ze met extra warm water of zo ook die kindjes. Ja. Of hoe gaat dat? Ja, op donderdag hebben wij warm waterdag. En dan is het instructiebad is verwarmd tot 33 graden. Dat is natuurlijk heerlijk voor die baby's en ook natuurlijk voor de oudere mensen. Ja, precies. Want dan ga je 's ochtends met die baby's van mij en dan ga je door op die dag naar dat relax zwemmen wat je zei. Ja, nou eerst is overdag nog 50 fit. Oh ja, ja, daar heb ik de poster van gezien. Ja. En die 50 fit, dat zag eruit alsof er vaak met ouderen 50 fit gedaan wordt. Dus is het echt 50 plus doelgroep of 70? Nee, het is echt 50 plus. Voorheen was het meer bewegen voor ouderen. Toen had je meer de oudere mensen. Maar we weten natuurlijk dat we allemaal veel meer moeten bewegen. Daar zijn we zich erg van bewust. Ja. Dus we krijgen steeds meer jongere mensen die ook echt gaan oefenen. Dus het zijn de echte 50-plussers die komen oefenen. En jij geeft die lessen? Die geven les, ja. Mensen kunnen natuurlijk ten alle tijde bij jullie langskomen in de duikelaar voor informatie. Ja. En moeten ze dan naar jou vragen of weet iedereen ervan af? Ja, het is dus... Als het goed is, weet gewoon iedereen ervan af. En als het echt betreft zwemlessen, dan vragen ze dus naar mij. Ja. Oké, hartstikke leuk. Ja. Gerda, bedankt. Ja. Normaal gesproken bent u gewend dat ik kunst heb, want dat vind ik erg leuk om te vertonen. Maar deze week hadden we niks, we konden eigenlijk niks vinden samen. We hebben er wel over gehad. En nou dacht ik bij mezelf, ja, kunst, dat wordt ook in theaters gemaakt. En ik heb daar wat boekjes voor bij me, want de boekjes zijn ondertussen bij u uitgereikt via de brievenbus. Schouwburg Kunstmin, Theater de Willem en Theater de Lokhorst. Ze hebben een uitgebreid programma en vooral op theatergebied, want daar ligt mijn hart natuurlijk ook een beetje. Zou ik zeggen, kijk die boekjes nog eens in en maak eens een leuk avondje voor uzelf, want kunst is in de theaters natuurlijk goed te bekijken. We hebben in alle boekjes verschillende programma's van cabaret... Tot aan muziek, maar ook nogmaals toneel. En wie weet is dat ook wel eens een idee om met mij over te praten. Dus heeft u een idee voor mij, wilt u zich aanmelden, doe u dat graag bij info@merwetv.nl. En dan zou ik zeggen, graag tot de volgende keer bij Bernadette. Bedankt Gerda, hartstikke leuk. Dankjewel. En zwemmen.